Het was vanavond natuurlijk. Ik zeg altijd, je hebt de fysieke meters die je maakt, maar ook de mentale meters die je moet maken. En als je dan in zo'n stadion speelt, terwijl ze je zo enorm steunen, dan heeft het in ieder geval vanavond ertoe geleid dat ze die meters vrij eenvoudig gemaakt hebben. Arne, gefeliciteerd. Niet iedereen zat nog. Heb jij de winnende treffer van Dessers gezien? Ja, ik heb veel gestaan, maar op dat moment zat ik zowaar eventjes. En ik zag hem, 45 minuten lang ontzettend agressief en fanatiek druk gezet. En we zeiden, dan gaan we straks, want er staat ook maar 2-2 of 0-0, hoe je het wilt zien. Maar het staat in ieder geval gelijk. Dus we zullen dat nog een keer moeten doen. En dan heb je natuurlijk geluk dat deze speler een fout maakt. Maar ja, je dwingt ook het geluk af als je daar constant bent. Althans, dat is de overtuiging die ik heb en ook wat ik die jongens wil laten geloven. Dus, en hij stafte het heel mooi af. Wat is dat, Dessers en Conference League? Zie jij een andere speler wat betreft de competitie? Het niveau wat hij in de Conference League aantikt lijkt net wat hoger te zijn dan in de competitie. Hoe zie jij dat? Nou, ik denk dat dat voor heel veel spelers geldt, maar ik denk dat het ook noodzakelijk is. Want deze weerstand zorgt er ook voor dat je op de toppen van je kunnen moet spelen. Ik heb Cyril vandaag heel erg goed gezien. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik zo snel niet een speler kan benoemen die vandaag niet goed was. Dus ze waren allemaal klaar om deze sterkste tegenstander te bestrijden. En dat vind ik dat ze dat met enorm veel hartstocht en passie gedaan hebben. En daarbij ook gecombineerd met heel goed voetbal. Stond daar misschien de tackle van Malasia in het strafschopgebied daar symbool voor? Voor het harde werken zeker en het voorkomen van een tegengoal. Want dat was echt een geweldige verdedigende actie. Dat is bijna hetzelfde als je doelpunt maakt, zou ik zeggen. Als je zo een kans weet te voorkomen. Maar die tackle stond niet op zich, want ik heb heel veel spelers van ons met enorm veel inzet en strijd gezien die geprobeerd hebben kansen van de tegenstander te voorkomen. Maar in de tussentijd hebben zij natuurlijk ook wel de nodige hele goede kansen gehad. Maar dat was een fantastische tackle van Tarno. Hoe diep hebben jullie moeten gaan ten opzichte, een beetje kijkend ook al richting het weekend, hoe diep heb je moeten gaan, welk idee heb je? Nou, ik denk, dat heb ik al vaak gezegd, dat om en nabij het aantal kilometers dat je loopt, het aantal gesprinte meters, dat is 9 van de 10 keer in elke wedstrijd wel zo'n beetje hetzelfde. Het is niet dat we vanavond de dubbele gelopen hebben van andere wedstrijden. Het was vanavond natuurlijk, ik zeg altijd, je hebt de fysieke meters die je maakt, maar ook de mentale meters die je moet maken. En als je dan in zo'n stadion speelt, terwijl ze je zo enorm steunen, dan heeft het in ieder geval vanavond ertoe geleid dat ze die meters vrij eenvoudig gemaakt hebben. Wat dat dan weer betekent richting morgen, overmorgen, zullen we wel zien. Maar we hebben dit seizoen al zo vaak aangetoond dat we daartoe in staat zijn. Dat we dat nu, ik zeg wel helaas, ook wel weer zondag moeten. Ja. Was je wel ziek van de 2-1? Want in die fase leek het misschien eerder 3-0 te worden. Toen deden ze een trucje met een speler die geblesseerd raakte. Het spel lag even stil. 10 seconden later lag hij erin. Gebeurde daar iets dat je dacht van daar werden we verrast? Nou, dat weet ik niet. Ze spelen een lange bal, tweede bal. En ze maken een diepteloopactie in de rug van onze centrale verdedigers. Daar waren ze ook echt wel een beetje op ingesteld. Hè, met twee hele snelle spitsen. En met Payet die heel veel uitzakte. En het was wel echt een kanonskogel die binnenviel, die 2-1. Ik vond meer dat de 2-2, dat daar dingen gebeurden die we daarvoor juist zo goed hadden gedaan. Dus bij de 2-2 koos Lucharelle ervoor, Geert Rijden, om niet door te dekken op die back. Waardoor ze even konden ontsnappen en die speler begon te dribbelen. En zowel Kutsu als Ausnes die bewogen naar de bal en wouden nog wel proberen de lijn naar Payet eruit te halen. Maar dat lukte niet. En ja, als die gevonden wordt, dat hebben we vandaag ook weer gezien, dan kan er aan de andere kant iets gebeuren. En nou, toen was het 2 seconden later, een paas, voorzet, goal. Dus ja, elke tegengoal die valt kun je iets aan verwijten. Maar het was vooral vervelend omdat ik na de 2-0 juist het gevoel had dat de 3-0 heel nadrukkelijk eraan zat te komen. En dan is het best vervelend als dan als je met de rust naar de catacomben loopt dat er 2-2 staat. Ook volgende week moet je top zijn. Je bent dicht bij de finale. Ga je overwegen om misschien spelers te sparen dit weekend? Is dit dat? Nou, dat is nu heel snel om daar antwoord op te geven. Maar ik zei net al dat die jongens heel vaak hebben laten zien dat ze dit programma aankunnen. En de competitie is voor ons natuurlijk ook ontzettend belangrijk. Aangezien we, dat heb ik al eerder gezegd, het verschil helaas nog niet in voldoende mate gemaakt hebben, maar de ploeg achter ons. Dus we zullen dat per individu bekijken, maar tot op heden heb ik eigenlijk altijd voor gekozen om, als ze er klaar voor zijn, dat ze gewoon weer spelen. Of dat dan wel of niet 90 minuten is, zullen we zien. Eén dingetje nog, het is een mooie dag uiteindelijk, maar ben jij niet geschrokken vanmiddag van het nieuws van je zaakwaarnemer, Mina Raiola, die ziek is, dat de berichten kwamen dat hij was overleden?
Als je dat hoort wel, maar goed, ik heb deze dagen best contact met de mensen om Mino heen. Dus ik wist iets beter hoe zijn situatie was dan wat er in de media gezegd en geschreven werd. Dus ik was er al vrij snel, hoorde ik al dat de situatie eigenlijk onveranderd was. En dat het dus niet op waarheid berustte, dat nieuwsfeitje.